Ja, je merkt wel dat belangrijke spelers als Guardado, Moreno, maar ook Van Ginkel er niet bij zijn. Het is een relatief hele jonge groep. De routiniers die er zijn, als Luc de Jong en Schwab, ja, die hebben hun handen vol aan zichzelf om echt een leidinggevende rol hier te vervullen. Dus andere spelers moeten opstaan. Het valt mij op dat Jeroen Zoet echt nadrukkelijk aanwezig is. Maar bijvoorbeeld ook een speler als Locadia, jarenlang hier een jonge speler, maar inmiddels ook een wat meer geroutineerde speler. Blaakt van het zelfvertrouwen is hier heel nadrukkelijk aanwezig. En wat me ook opvalt is de rol van Ruud van Nistelrooy in de technische staf. Die is erbij gekomen. En terwijl ja, veel technische stafleden, trainers, nogal stoïcijns hier bezig zijn, sprankelt de aanwezigheid van Ruud van Nistelrooy. En dat slaat volgens mij ook wel over op de spelersgroep. Dus ja, wat dat betreft is het nog een beetje zoekende. En is het afwachten welke spelers er nog gaan komen. Maar er zijn wel dingen aan het veranderen binnen de selectie van PSV.